Paarden maken de halve volte. Gaan richting de grasbaan. Vlag omhoog. Vlag valt, betekent dat de start is gevallen en in de tweede poging is het goed. En we gaan eens even kijken wie dan zo dadelijk naar voren komt om het heft in handen te nemen. Dat is in ieder geval niet paard nummer 5 Jort, want die maakt een korte galopade. En het is Rick Wester die met Lovely Luna Levy de leiding heeft op de tweede plaats, het nummer 1 van Ermin Sovi. Daarachter hebben we dan de 4 en dat is Leo GS en die plaatst een tussensprint. Krijgt zich mee, nummer 9 Flaming Glory. Daarachter is het dan de nummer 10 van Lockerne ook. Paardje nummer 8, I Dream With You, werd verder weg in het veld dan Night Train Boko aan de binnenkant. Die wordt gevolgd door Mr. Good News en aansluiting is er weer voor Jort. En dat is de situatie als de paarden dan op weg gaan naar de overkant van het baan. Dan moet het zandpad genomen worden. En dat zandpad is nieuw voor enkele paarden, bijvoorbeeld voor uw favoriet, Lockerne Boko. Eerst maar eens even kijken hoe Jaap van Rijn zich daar doorheen gaat werken als Flaming Glory trouwens de leiding overneemt. Geen problemen voor Lockerne Boko. Maar goed, het paard dat loopt wel met zijn neus in de wind en heeft... een van zijn concurrenten ver voor zich en dat is paard nummer 4 Leo GS. Maar de leiding die is stevig in handen. Uitgeschakeld nummer 5, uitgeschakeld nummer 6. Van Kees Imming met zijn nummer 9, Flaming Glory. Leo GS op de tweede plaats. Lockerne Boko gaat voorbij aan I Dream With You. En dat is dan het leidend kwartet als de deelnemers zo dadelijk afkoers op de laatste bocht. Maar als de paarden de laatste bocht indraaien op de grasbaan van Duindicht, dan is er echt nog heel veel om voor te strijden. Want de weg naar de finish is nog lang. En Flaming Glory is de eerste die dat zo dadelijk mogelijk kan gaan ondervinden. Met twee hete ijzers in zijn nek. Namelijk het 4 Leo GS. En aan de derde stek zien we dan Lockerne Boko. En die Van Rijn heeft ook zijn krachten nog niet uitgespeeld. Maar Kees Imming, de Nestor in het veld. Hij brengt ze zo dadelijk de laatste rechte lijn in. En dan zijn ze 600 meter van huis. Het zijn eigenlijk maar 3 paarden die op dit moment de lakens uitdelen. Waarbij die Flaming Glory paard nummer 9 als eerste in de laatste rechte lijn is. Op de tweede plaats Leo GS. Aan de buitenzijde komt zo dadelijk de aanval van Lockerne Boko. En daarachter waaiert het veld uiteen over bijna de volledige breedte van de Duindicht grasbaan. En we gaan eens even kijken wie als eerste dan die aanval inzet op de koploper. En dat is Leo GS. Maar Lockerne Boko. Die komt aan de buitenkant nader en nader. En die is op zijn beurt voorbij gegaan aan Leo GS. Vanuit het achterveld komt Night Train Boko met grote stappen naar voren. En daartussendoor ook Frans van der Blom met zijn Luna Charisma die een geweldige koers loopt. We gaan de laatste meters in en het is uw favoriet Lockerne Boko. Die lijkt stand te gaan houden, maar de strijd voor de plaatsen. Night Train Boko komt naar de tweede plaats en Luna Charisma die wordt derde voor Leo GS. Het is Lockerne Boko, uw favoriet. Die maakt het waar in de eerste. Tweede is de 7 Night Train Boko. Derde heel goed gelopen, de 3 Luna Charisma. Vierde de 4 Leo GS. En dat, dames en heren, is de voorlopige uitslag van de eerste van vandaag. De Prix Louis Vuitton nakoersen paradepaard 2023 prijs.